Afgelopen vrijdagmiddag werd er in Heerde een bijzonder monument onthuld. Welkom allemaal hier bij ons uitvaartcentrum Memento Mori, waar we zo direct gaan kijken. En ik denk dat iedereen heel benieuwd is wat er onder het doek tevoorschijn komt. Burgemeester Jan-Willem Wiggers en commissaris van de Koning John Berends onthulden het monument. Wat een mooi moment toch om zo bij elkaar te zijn met mensen die allemaal betrokken zijn geweest bij de eerste golf van de coronacrisis. Ik volgde het leed in deze gemeente natuurlijk als buurman. De kerkklokken die al te vaak gingen, de zwarte auto's die door de straten gingen, het leed, de onzekerheid. En dat is iets wat diep ingrijpt in de samenleving. Daarom is het goed dat we nu bij elkaar zijn. Fijn dat u bent en u bent ook allemaal betrokken als bestuur van Memento Mori, als nabestaanden van mensen overleden zijn, ook als dragers. En dat is misschien een groep mensen die wel eens wat weinig in het zonnetje gezet wordt. Want u was ook betrokken bij die uitvaarten, dat waren er al te veel. En je merkt, je hoort hoe belangrijk het is dat een uitvaart op een goede manier kan plaatsvinden. En dat draagt u om bij met z'n allen. Speciaal woord van welkom in de richting van de commissaris van de Koning, de heer Berends. U bent de burgervader van Gelderland, onze provincie. Maar ook burgemeester geweest van Apeldoorn en van Harderwijk. En u weet als geen ander ook hoe belangrijk het is als samenleving om te gedenken. En wat mooi was het dat u in juni hier al was, midden in de crisis toch, toen de inwoners van Heerde hun emoties konden uiten in de vorm van woord en geschrift in een hele mooie expositie in de Heerd. Die mocht u openen en ik hoor daar, ook al werk ik nog maar kort, hele warme verhalen over. Dames en heren, elk afscheid is de geboorte van herinnering. Dat is het motto van Memento Mori. Samen zijn, saamhorigheid, betrokkenheid, dat zijn belangrijke pijlers in onze dorpsgemeenschappen. En juist omdat het in deze moeilijke coronatijd vaak niet mogelijk is en mogelijk was om gezamenlijk afscheid te nemen, al was het maar in een klein groepje, zijn de herinneringen aan het lijden, aan het overlijden, vaak extra schrijnend. Er is dubbel verdriet. Er is rouw om degene die overleden is en rouw omdat je niet op een goede manier afscheid van elkaar hebt kunnen nemen. Het delen van de herinnering aan je dierbaren, het warme bad van het samen zijn en de steun van anderen, het fysieke deel van de uitvaart, letterlijk een arm op de schouder, dat is zo belangrijk voor de verwerking. En dat is wat we met elkaar hebben moeten missen. Brinkhoven, de buren van Memento Mori, werd dat letterlijk genoemd, is onevenredig zwaar getroffen. We kennen allemaal de vreselijke verhalen, de uitval van personeel en de inzet van Defensie, waarvoor nogmaals onze waardering. Maar ook het leed van de nabestaanden en al die andere inwoners in onze gemeente die dierbaren hebben verloren aan het virus, dat hij het medogeloos om zich heen sloeg. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die overleden is of die nog steeds ziek is en daar de aardige gevolgen heeft en moeite heeft met de revalidatie. En het denkgesprek hier, in het hart van Heerde, als hart onder de riem voor iedereen die het zo nodig heeft, dat is een belangrijk iets. Het is tekenend voor Memento Mori om iets te willen en kunnen betekenen voor onze gemeenschap. Een plek om in de toekomst weer samen te kunnen zijn. Om saamhorigheid te ervaren, die arm om je heen. Dat is wat Memento Mori ons geeft met dit monument. Uit diepe betrokkenheid, daarvoor zijn we als gemeente dankbaar. En ik mocht dit al een kleine blik werpen onder het doek. Het is een trap, je zult het zo zien. Die trap die symboliseert bij mij gevoel twee dingen. Allereerst voor de mensen die nu bezig zijn met herstel, de moeizame
weg, weer de trap op. Soms drie treden naar boven, weer een trap terug. Maar in de hoop dat je boven komt. Maar tegelijkertijd, het moment is goed gekozen. Aan het einde, vorige week, komt het kerkelijk jaar, de Jacobsladder. Een trap die uitzicht heeft, op iets wat nog zoveel mooier is, dan het aardse. Commissaris, mag ik u uitnodigen? Een mooi initiatief van de uitvaartverzorger uit Heerden. Maar waarom doen zij dit? Dit is eigenlijk inderdaad is een monument onthuld voor de nabestaanden. Voor in de corona, die een dierbare in de coronatijd, in deze bijzondere tijd, hebben verloren. Hebben wij als Memento Mori hebben wij een monument geplaatst. In de hoop om als uitvaartcentrum, als uitvaartbegeleiding toch een stukje troost, misschien een hele schrale troost, misschien kan ik dat beter geven, om toch te zeggen, ja, we zijn jullie niet vergeten, we denken nog aan jullie.